bitches, what's Gucci? Het is weer tijd om een nieuwe aflevering van Temptation Island te bespreken. In deze serie op mijn kanaal kijk ik dus een aflevering vooruit op Videoland. En die bespreek ik dan met jullie. Dus dit is een spoiler. En ik kan jullie wel nu alvast vertellen dat dit heel saai gaat worden. Ja. De aflevering die ik ga bespreken is namelijk aflevering 14. De aflevering van de Dream Date. En dan zou je zeggen, oh my god, yeah. Maar... het gaat helemaal nergens over. Echt zo zonde. Ik had vet veel zin in deze aflevering, maar ja. En dan bedoel ik echt niet dat het is van, oh, want er wordt niet vreemd gegaan of oh, er gebeurt niks heftigs. Maar gewoon de gesprekken die gevoerd worden zijn ook niet boeiend. Het gaat alleen maar over de partners en het, ja. Het is gewoon niet eens leuk om naar te kijken. Het lijkt niet eens gezellig. Maar goed, laten we beginnen bij het begin. Ik heb mijn notitieboek er weer bij. Want ja, dat weten jullie misschien niet. Maar ik, ja, voor mij is het eigenlijk ook helemaal niet leuk om een aflevering te kijken. Want ik zit eigenlijk gewoon constant pauze. Schrijven, 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 pauze. Schrijven, schrijven, schrijven. Zodat ik iedereen letterlijk kan citeren voor jullie. Nou, zoals jullie in mijn vorige aflevering hebben gezien, werd Sydney helemaal gek. Dag in, dag uit doe ik alles voor dat fucking meisje. Ik heb de hele zomer gewerkt om kleding te kopen voor haar. Voor dit programma. Waar ik niet eens aan mee wilde doen. Als jullie het dan nog niet gezien hebben, kunnen jullie altijd even mijn video kijken. Of kijken jullie vanavond natuurlijk gewoon de aflevering, want... zo werkt het ook wel weer. Dus Sydney ligt nog steeds depressief in bed. En hij begrijpt het gewoon niet. Hij heeft nooit negatief over haar gepraat. En het productieteam is het daar net zoals wij allemaal helemaal niet mee eens. Dus die monteren allemaal stukjes waarin hij allemaal negatieve dingen over Demi zegt. Dus dat vond ik wel een soort mooi. Maar hij heeft helemaal geen zin meer in. Geen zin in de Dream Date. Hij weet helemaal niet meer wie die mee wil nemen. Hij vindt het allemaal kut. Demi neemt hij ook niet meer mee. Want flikker maar lekker op met haar. Niemand is meer boeiend. Behalve hij. En hij. En hij zelf. En oh ja, en zijn vriendin Demi. Ook Morgan die zit best wel met zichzelf in de knoop. Want weet je, ik bedoel, hij zet haar altijd boven alles. Hij zou alles doen voor haar. Hij zou nog een moord doen voor haar. Vreemd gaan voor haar. Oh, wat, dat heeft hij al gedaan. Goed, Annelien en Rick die kondigen dus de Dream Date aan. En op dat moment mogen ze allemaal even een rustig plekje voor zichzelf zoeken. Om even goed na te denken wie ze mee willen nemen. Annelien die wijst er ook op dat het een goed idee is om iemand te kiezen waar ze zich 100% op hun gemak voelen. Zodat ze zeg maar nog sneller de fout in kunnen gaan en kunnen zorgen voor entertainment. Vervolgens, dat is echt heel gek, maar gaan ze dus inderdaad allemaal een eigen plekje opzoeken en een soort... op stenen zitten en bij de zee, kijkend naar de golven, denkend aan wie ze slim zou zijn om mee te nemen op de Dream Date. Kijkend in de verte naar de horizon om deze moeilijke beslissing te maken. Ja, waar de vrouwen op zich wel een soort van enthousiast zijn, zijn de mannen dat helemaal niet. Rick krijgt letterlijk geen enkele respons van ze. Want ja, ze zitten natuurlijk allemaal in zak en as en die Dream Date kan ze gestolen worden. Ze willen namelijk het liefst gewoon lekker op zo'n romantische date met hun super saaie en onaardige vriendinnen. Ik moet zeggen, ik vind Demi dus wel een soort van leuk. Maar ja, ik vind Sydney natuurlijk kut. Misschien vind ik daardoor Demi leuker. Dat ik denk, meid, dat verdien jij niet. Goed, dan komen we erachter wie iedereen gaat kiezen. Laura is niet van plan om van haar... zo. Laura is niet van plan om van haar ver... nog een keer. Laura is niet van plan om van haar voorkeur af te stappen. Want haar voorkeur was natuurlijk Gaetan. Waar iedereen best wel verbaasd over was. Maar nee, zij zoiets van ja, die wilde ik. Dus die neem ik ook gewoon lekker mee. Heike gaat voor Eileen. Milou voor verleider Jamie. Vraag me niet waarom, maar ze doet het. Rodanya verrassend genoeg voor Danicio. Morgan gaat voor Emma. Roger voor Amanda. Weet je, kijk, soms denk ik wel eens, het programma moet vreemd geknipt worden. Want kijk, als je nu zou kijken naar wat wij hebben gezien, zie je Roger eigenlijk nooit met Amanda. Maar ja, misschien hebben ze wel dagenlang lopen kletsen. Weet jij het? Of hij kiest er nu gewoon omdat hij met niemand een klik heeft. Nou goed, en dan gaat Laura dus naar Gaetan om hem... te vragen. En ze zegt dan, nou ja, als je het ziet zitten, dan mag jij met mij mee. Waarop het antwoord is echt, ja, awkward. Hij zegt dan gewoon letterlijk, ik denk dat ik dit moet gaan weigeren. Ik weet dat we een klik hebben, maar ik denk dat je iemand anders moet vragen. Dat is heel ongemakkelijk en Laura voelt zich duidelijk gekwetst. Wat ik me kan voorstellen, dat is, je loopt echt gewoon een gigantisch blauwtje. Ik bedoel, je bent letterlijk op een eiland waar je verleid moet worden. En zelfs een verleider wijst je af. Maar toch moet ik hem wel de props geven dat hij heel eerlijk is. Hij had ook kunnen zeggen, ja leuk, doen we! En dan daarna in één op één shot, wat een tieve zwijf. Daarna volgt er een hele ongemakkelijke box. Dat is natuurlijk super vriendschappelijk, waardoor het lijkt alsof er net niet iets super ongemakkelijks is gebeurd. Maar ja, dat wijst dus wel op dat Gaetan met Demi gaat. En Laura moet nu op zoek naar een nieuwe verleider. En dan komt ze aan bij Maxime. Ik bedoel het niet lullig, want
Ik ben oprecht iemand, ik zet innerlijk boven uiterlijk. Maar ik snap niet dat Maxime gecast is. Want verleiders moeten een bepaald imago of uiterlijk uitstraling hebben. En dat heeft hij gewoon letterlijk niet. Hij zegt dan ook in een 1-op-1 shot van, ik ben nooit, maar nog nooit de tweede keuze. Nee, normaal altijd de zevende, dus ik ben super blij. Nee, ja, hij is er erg van geschrokken. Ik bedoel, hoe bedoel je, ik ben de tweede keuze. Maar hij heeft respect genoeg voor vrouwen in nood. Dus hij gaat met haar mee op een date. Jeet zal lang blij dat hij niet degene was die gevraagd werd natuurlijk. Uiteindelijk kiest Sydney trouwens wel Demi, die hij eigenlijk op wilde laten flikkeren, zeg maar. Maar ja, toen dacht hij, volgens mij is er niemand anders die met mijn geweldige innerlijk overweg kan. Dus ik kies Demi maar. Goed, de koppeltjes, of ja, de nieuw gemaakte koppeltjes, zeg maar de verleiders met de stelmensen, komen aan bij hun prachtige locaties. Laten we daar wel heel eerlijk over zijn, het ziet er gewoon echt super vet uit. Iedereen is helemaal onder de indruk, behalve Sydney, want ja, het zwembad had van hem wel iets groter gemogen. Weet je, het gek is, deze jongen bestaat, hè. Hij heeft gewoon vrienden en hij doet dingen in het dagelijks leven. Er zijn mensen die het leuk vinden om met hem om te gaan. En dan, jongens, Danicio, die heeft een soort van crush op Rodanya blijkbaar. Het kan dus ook zo zijn dat mannelijke verleiders wel gevoel hebben. Want hij zegt dan, ja, als ik naar haar kijk, als ik met haar ben, dan krijg ik gewoon een smile op mijn gezicht. Ik vind het wel soort schattig. Ik snap erin niet hoe het mogelijk is, maar er is eigenlijk gewoon nergens sfeer. Danicio en Rodanya hebben het leuk. En Demi en Gaetan. Maar daar is ook alles mee gezegd. Voor de rest is het gewoon één saaie boel. Het gaat alleen maar over, hoe gaat het straks na dit programma? Heb je zin om je vriend te zien? Oh, lekker boeien. Sydney die lucht zijn hart bij Demi. En die vraagt haar van, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Waarop Demi, heel voorzichtig, want ze weet al hoe hij natuurlijk uit de hoek kan komen, antwoord van, ja, nou ja, misschien heb je iets gezegd over haar wat niet helemaal leuk is. En dat schiet bij hem volledig in het verkeerde keelgat, want iemand die hem geen gelijk geeft, wat bedoel je? Zij zegt dan ook, nee, ik heb helemaal niks raars gezegd. Dus als je het niet begrijpt, weet je, hij zegt dan maar gewoon niks. Klinkt misschien heel egoïstisch, maar ja, vrouwen zouden blij mogen zijn als ze het een jongen als ik kunnen krijgen. Weet je nog wat ergens met zulke jongens, of eigenlijk dus ook gewoon vrouwen in het algemeen? Deze gast komt na Temptation, stel dat hij niet verder zou gaan met Demi, alsnog weer een meid tegen. Want er zijn waarschijnlijk nog zat vrouwen die denken, oh, hij heeft wel een goed lichaam. Vindt hij zichzelf nog geweldiger, weet je wel, kan die 76 even opkrikken. Kijk, er zal nu de helft van de vrouwen die Temptation kijkt, zullen nu denken, oh, wat een misselijk ventje, laten gaan. Maar er zijn ook zat vrouwen die hier nog steeds van willen profiteren. En hij zal daardoor nooit gaan inzien wat een ontzettende botte lul het is. Jamie vraagt tijdens het eten aan Milou of zij, stel dat het niet goed komt met Heikki, of ze dan met hem uit eten wil. En zij vraagt dan een soort semi-verveeld. Terwijl ze in haar hoofd waarschijnlijk denkt, ja. Vraagt ze, waar dan? Hij zegt, ja, ik wil je graag verrassen. En dan antwoordt ze, oké. Okay. Heel nonchalant, zodat het natuurlijk niet lijkt alsof dat wel is wat ze wil. Maxime vraagt aan Laura of zij blij is met hoe het op Temptation gegaan is. Of iets in die richting. Ik versta hem soms niet helemaal goed. En Laura zegt of ja, ik vind het op zich eigenlijk wel jammer dat ik me niet meer heb kunnen bewijzen. Want ik had gewoon hier geen Temptation zitten. Wat oprecht kan, toch jongens? Laten we heel eerlijk zijn. En zijn ego is op een of andere manier gekrenkt. Op de een of andere manier weet Maxime het altijd zo te draaien dat het om hem zou moeten gaan. Het is heel vaag. Hij komt bijna niet in beeld. Maar als hij in beeld komt, dan is hij de man. Hij zegt dan van ja, sorry, maar ik ben hier. Ik heb me als een gentleman gedragen en ik heb je respectvol behandeld. Je kan toch gewoon even zeggen dat ik je Temptation ben geweest? Dat is letterlijk wat hij zegt, hè, jongens. Hij is gewoon een soort op zijn teentjes getrapt dat ze niet hem genoemd heeft. Nou, nu komt er een soort van speling in wat misschien voor jullie interessant zou kunnen zijn. Eigenlijk slaapt iedereen apart. Er zit overal in de villa wel ergens een bankje of een hangmat of een kussen waar iemand op kan slapen. Dus, nou ja, bij Milou en Jamie, ze hebben zeg maar een apart bed de kamer ingereden, maar die is even hoog als het normale bed. Dus eindelijk liggen ze eigenlijk nog steeds naast elkaar, maar niet in hetzelfde bed. Maar goed, Danicio die ligt op de grond op een soort, ja, vlot van kussens. En hij klaagt dan midden in de nacht van, ja, weet je, al die kussens gaan uit elkaar, ik lig helemaal niet lekker. Waarop Rodanya zegt, dan ga je toch hier liggen? En dan opeens hoor je Danicio zeggen, wat doe je? En dan hoor je kusgeluiden. Dan zitten ze dus blijkbaar te kussen, want je ziet daar een soort beeld van Danicio van achteraf. Dat hij dus zegt dat zij hem naar achter trok en hem begon te zoenen. Aan de ene kant wil ik zeggen, ja, payback voor morgen. Maar aan de andere kant, ik verder dan jij kut. Dus daarom, kutwijf! Ja, ik weet niet. Weet je wat ik trouwens heel vreemd vind? Waarom zijn in de villa overal camera's, gewoon inclusief de wc? Je bent gewoon nergens veilig. Maar bij de dream dates is het altijd waar dat we moeten doen met de geluiden. Dat is de vorige keer, met die Svanetta en die ene vage, ah, met die ogen. Herbert,
Nee, dat was toch niet Herbert? Of wel? Ik weet het niet eens meer. Dat, nou ja, in ieder geval, uiteindelijk, je hoorde geluiden waardoor het leek alsof ze seks hadden. Maar je zag niks. Nee, dat was niet Herbert. Maar goed, in ieder geval, waarom zijn er opeens dan geen camera's? Dat is letterlijk de avond dat er iets zou kunnen gebeuren. En dan opeens moeten we het maar doen met geluiden. Maar ja, het zou dus nu zo kunnen zijn dat Rodanya hem gezoend heeft. Woehoe. Ja, sorry jongens. Ik heb op het begin al aangekondigd dat het niet heel boeiend zou zijn. Want dit is letterlijk het enige wat ik eraan kan vertellen. Volgende week is de laatste aflevering. De aflevering van het weerzien. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Omdat ik denk dat iedereen natuurlijk een soort van zijn eigen verhaaltje heeft gecreëerd. Dus iedereen is boos op zijn eigen manier. En dat zou nog wel eens leuk kunnen zijn om te zien. Maar hier konden we gewoon niet zo heel veel mee. Ik hoop dat jullie het toch heel leuk vonden. Als dat nou zo was, doe even een duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan had. Wil je er meer van me zien, kun je me volgen op mijn Instagram. Neem me niet al te serieus tenzij je iets uit kunt halen. Maar vergeet verder vooral dat ik een klein beetje liefde zijn voor elkaar. Joe!